Ik ben wel van de 3 naar de 4 begonnen. Op een gegeven moment ben je een beetje in slag hem, hè? Ja. Ja. Ah, ik wou eens wat leren, hè? Ik doe het vandaag ook voor het eerst. Ja, doen. Kijk, hij eerst op te houden. Ik kan de roze op dan. Dan kun je alleen met links. Nee, dat weet ik. Ik heb nog gewoon. Ja, wij zijn hier vandaag bijeen namens de Oostgroep Almelo. Op de hoek van de Berlagelaan en de Willem-Klerkstraat. We hebben een stukje met rogge dat in oktober is ingezaaid. Door iemand van de Oostgroep. Die heeft dat land bewerkt en daarna de rogge ingezaaid. Winterrogge. Met als resultaat dat we nu in de zomer een mooie graan erop hebben staan. Dat is wel met heel veel bloemen dit jaar. Veel korenbloemen. Wat zuur is erin. Maar dat mag de pret niet drukken, want we hebben een prachtig veldje. En er staat dan fantastisch mooi bij. Dus we hebben vandaag een mooie dag in folklore, ouderwetse kledij en traditie kunnen beleven. Maar het belangrijke is om de traditie door te geven aan de jeugd. En wij hebben zelf heel veel plezier aan. En ik vind het ook belangrijk dat die traditie in ere gehouden wordt. Het klinkt anders. Ja, het klinkt anders. Net een beetje blikjes. Dit is meer staal. Ik weet het. Nee, maar dat is ook in het gezicht. Kom mee op de foto, hoor. Ja. Als de rogge gemaaid is, dan wordt er eigenlijk in soort van schoven gebonden en die worden bij elkaar gezet in hokken, zodat ze eigenlijk mooi kunnen drogen en zodat ze een beetje kunnen uithangen, zeg maar, als het ware. En als die straks een beetje een paar dagen gestaan hebben, dan gaan we ze op de kar verzamelen, zeg maar, en dan worden ze naar de schuur gebracht om te drogen. En daarna worden ze gebruikt eigenlijk voor, wij gebruiken ze eigenlijk voor de dorpskampioenschappen, voor oefenen. En dan wordt de rogge er dus uitgeslaan, maar dit jaar gaat het vanwege de corona niet door en ze worden waarschijnlijk op de zolder bewaard